Hey, goedemorgen. Zometeen Keen en ook Phil Collins komt eraan. Maar eerst Evelien met het nieuws. Goedemorgen. Nog steeds last van winterweer. Hoewel er vandaag al 13 miljoen kilo zout is gestrooid, adviseert Rijkswaterstaat vanmorgen niet de weg op te gaan. Op sommige plekken is het nog steeds glad en de A7 in Noord-Holland is gedeeltelijk afgesloten vanwege sneeuwduinen, zegt een woordvoerder bij de NOS. De wind heeft daar eigenlijk gezorgd dat de sneeuw zich opgehoofd heeft. Nou ja, dat krijg je niet met een gewone sneeuwschuiven weg. Dus daar wordt echt gewoon ander materieel, denk aan shovels, ingezet om dat aan de kant te krijgen. Het treinverkeer heeft ook nog last van het winterweer. Er rijden wel wat sprinters, maar het zijn er niet veel, zegt de NS. Er rijden mondjesmaat treinen, dat zijn er natuurlijk veel minder dan we zouden willen. We hebben nog steeds last van wissels die vastgevroren zijn. En er wordt hard gewerkt om die verstoringen te verhelpen, maar het blijkt toch echt lastig te zijn. Tot zeker 12 uur blijft code oranje gelden. Veel ouders hadden zich erop verheugd dat de scholen vandaag weer open zouden gaan, maar zitten door het winterweer alsnog een extra dag met hun kinderen thuis. De schoolleiders vinden het vervelend, maar adviseren ouders om van de nood een deugd te maken, zegt hun voorzitter bij BNR. Het sneeuwt een keer en de kinderen zijn thuis. Het geeft veel ontspanning om samen ook te genieten van deze sneeuw. Dus als het dan toch moet, maak er een mooie dag van. Op de scholen die vandaag wel open zijn gegaan, gelden strenge coronaregels. Lessen zijn alleen in kleine groepjes en buitenspelen mag alleen met de eigen klas. De adoptie van kinderen uit het buitenland wordt onmiddellijk stopgezet, heeft minister Dekker besloten. Vorige week bleek uit onderzoek dat er tientallen jaren dingen zijn misgegaan bij het adopteren van kinderen uit Zuid-Amerika en Azië. Documenten zijn vervalst of moeders moesten gedwongen hun kind afstaan, al dan niet tegen betaling. Ondanks dat er door corona minder schades werden gereden, is de premie voor een autoverzekering niet gedaald, heeft een prijsvergelijker uitgezocht. Als reden geven de verzekeraars dat het totale schadebedrag weinig is veranderd. Verder is het effect van de coronacrisis maar één van de criteria bij het vaststellen van de premie. Het radioteam weer van Weer.nl. Vandaag veel bewolking, van tijd tot tijd sneeuw. Aan zee af en toe harde oostenwind. Min 1 tot min 6 graden. Vanavond en vannacht geleidelijk droog bij min 3 tot min 13 graden. Morgen flink wat zon. In het noorden ook sneeuwbuien. En min 1 tot min 8 graden. Kijk voor meer weer op Weer.nl. Over autoschades gesproken. Als je zometeen een garage uitrijdt. Oh. Nee, niks aan de hand. Bij mij nog niet. Maar jij moet een garage zometeen uit. Ja. Hellinkje omhoog. Ja. Voor- of achterwielaandrijving. Het is een Citroën, dus ik denk voorwielaandrijving. Ja, nou, dat gaat toch? Rustig aan, anders wordt van dat erbij. Jullie horen me wel. Oké. Zeg, er zijn vertragingen. 9 op de A-wegen. A1 Apeldoorn Amersfoort voor Hoevelaken, 5 minuten. De A2 Oude Rijn Maarsen voor de parallelbaan Papendorp daar, 9 minuten. A7 Heerenveen Groningen voor Groningen West, 6. A16 Rotterdam Breda voor Zwijndrecht, 6 minuten. De A37 Knoopend Holsloot Hogeveen voor Nieuwlanden, 5 kilometer. 5 minuten en 5 kilometer zelfs. A50 Os Arnhem voor Ravenstein, daar is 3 kwartier vertraging, over 6 kilometer. De A50 Arnhem Os voor Ravenstein, 16 door een vrachtwagen met pechhaar. A59 Zonzeel Os voor Paalgraven, 5 minuten. En de A73 Maasbracht Nijmegen voor Vielingsbeek, 5. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vivid Goedemorgen. Vivid.